Lozano met wat ruimte. Lozano met te veel ruimte, denk ik. Die moet je hem dus niet geven. Want hij scoort daarmee op fraaie wijze. Lozano heeft de bal en Lozano maakt het af. Dat is zijn klasse. Lozano kan ook koppen. Dat kan hij ook. De ruimte benutten die daar is. Is dit buitenspel? Lozano, dat is het niet. Dan is het dus 1-0. Ja, Chucky is niet te stoppen. Chucky! Lozano para marcar el décimo. De beste ontwikkeling heeft hij hier kunnen doormaken. Het is een heel positief manneke en hij heeft altijd een lach op zijn gezicht en ja, een beetje zo'n ondeugende lach. Ik denk dat de omstandigheden voor hem hier bij Pachuca ideaal zijn geweest. La verdad que era un chico, un niño muy tremendo. Hacía muchas travesuras. Pues yo tengo un hermano más chico que yo y con él siempre íbamos juntos a todos lados, íbamos a donde yo iba, iba él, o cuando iba él, yo iba yo. Entonces, todos siempre íbamos juntos. Entonces, ahí con él siempre pues yo le hacía cosas a él. Una experiencia que tuve que era una bicicleta, no sé si conocen la lancha, la plancha, es una plancha. Yo lo amarraba de la bici, nos íbamos al parque. Entonces, o sea, muchas cosas que uno de chiquito no ve la magnitud que es, ¿no? Y de lo peligroso, pero como es chico, como eres chico, entonces, pues sí hacía muchas cosas peligrosas, pero la verdad que sí era un chico muy feliz, muy contento, siempre estaba alegre. Sí, es Mau, como dice mi hija, es mi hermano Mau. Entonces, pues la verdad que pues siempre he convivido mucho con el más chico y siempre íbamos a jugar juntos. Entonces sí, era un chico muy, muy, con mucha chispa. ¿Cuando eras un niño, siempre jugabas al fútbol? Sí, siempre. Desde que caminaba, agarraba un balón, pateaba un balón. A los 3 años mi papá me metió a un equipo de kinder, en una escuela, que había torneos de chiquitos, entonces me invitaron ahí, pues mi papá me llevaba. Entonces ahí, desde ahí empecé a jugar en un equipo de chiquitos. Entonces desde ahí empecé y seguí hasta ahorita, gracias a Dios. A mí me vieron, estaba en una filial allá en México de Pachuca y nos invitaron a un torneo de filiales. Entonces fuimos a jugar a Pachuca, me vieron jugar y bueno, me invitaron a entrenar un poco. Entonces yo iba a entrenar 3 veces por semana y bueno, ya llegó un torneo, ya se acercó un torneo que teníamos. Y bueno, ahí me dijeron que me tenía que quedar y si no, pues agarraba otro camino, ¿no? Entonces yo decidí quedarme y bueno, iba a cumplir apenas los 11 años cuando ya me iba a quedar ahí en el club. Chucky llegó desde los 10 años con nosotros a Pachuca.
y todo su crecimiento lo hizo siempre desde su escuela, la secundaria, preparatoria, la licenciatura. Él está estudiando una licenciatura en educación física. Es un muchacho con mucho ángel, con mucho carisma. Era muy travieso de chiquito. Los maestros lo regañaban muy seguido y el presidente tenía que siempre apoyarlo en esos regaños. Ahí jugó, entrenaba papá. ¿Ya viste? Sí, ahí era entrenado. ¿Cómo fue eso? La verdad que muy difícil, porque en esa casa vivíamos desde los mayores, que era segunda, 24, 25 años, a nosotros que teníamos 11 años. Entonces, bañarnos ahí era muy complicado, agua fría, la casa era muy fría. La verdad que es muy complicado estar en esa casa. La verdad que fue muy, muy difícil. En un cuarto vivíamos 16 personas. Entonces, la verdad que te perdías de muchas cosas, de tu privacidad. La verdad que ir creciendo ahí fue difícil, pero la verdad que me sirvió mucho. También tengo un mensaje de unos de personas en aeropuerto. Hola, corazón, yo sé que te acuerdas de mí, sé que te acuerdas de tu casa. Espero que ya comas verduras, sabes cuánto te queremos y te recordamos mucho. Te manda saludos Pepe, el gordo Genaro, Leo. Sabes que esta es tu casa y estamos muy, muy, muy orgullosos de ti. Qué bueno que lo lograste. Te costó y nosotros que sabemos lo que le sufrieron cuando estaban aquí, sabemos que no fue fácil. Fue un camino muy difícil, pero mira dónde estás. Muchas felicidades, amor. Te mando muchos abrazos y muchos besos. Bueno, ella nos cuidaba, bueno, nos daba de comer. Era la que era encargada de ver la comida, de tomar lista de qué íbamos a comer, de todo eso. Y pues la verdad que ella me conoció desde chiquito. Sí sé quién es. La verdad que siempre nos atendía muy bien. La verdad que lo poquito que nos conseguía más de comida o de lo que fuera, trataba siempre de ayudarnos. Y la verdad que fue difícil, pero hubo gente que vivió eso y sabe de lo difícil que es. ¿Disfrutaste tu tiempo en la juventud de Pachuca? Sí, claro que sí. La verdad que sí, viví muchos momentos difíciles, pero muchos felices. Creo que aprender siempre de cualquier cosa, de siempre tratar de salir adelante, creo que me sirvió muchísimo. La verdad que a veces hay tiempos de los jóvenes que puede ser un poco difícil. Me pasó, pero bueno, creo que pasé esa etapa bien. Y bueno, gracias a Dios estoy aquí. Ja, hij kwam hier van op zijn tiende, hè, ongeveer tiende, elfde. Is hij gescout hier ook. En dan komen ze hier intern. Daar heeft hij van zijn elfde tot zijn veertiende of vijftiende heeft hij daar dan gewoond en getraind. Dus als een heel klein jongetje. En hij heeft hier eigenlijk, hij is een van de eerste die het hele proces hier heeft doorgelopen. Hij en Eric Gutierrez en nog een aantal jongens. Lozano komt dan hier vrij dichtbij uit Mexico City. Maar die jongetjes komen hier dan intern. En dan krijgen ze te eten, dan slapen ze. Dan krijgen ze school en er wordt getraind twee keer per dag. Dus dat is zijn leven hier geweest. Van het moment dat hij eigenlijk op zijn tiende hier binnen kon stappen. Tot hij op zijn twintigste geloof ik naar PSV ging. Heeft hij hier geleefd. Pues la verdad que viví mucho tiempo ahí en ese club. La verdad que sí se extraña a todos mis compañeros. El día a día te acostumbras. Entonces fue un cambio drástico, pero la verdad que un cambio que me siento muy contento de estar aquí. Lo disfruto al máximo el día a día. Pero bueno, creo que acabó una etapa en Pachuca. Y bueno, ahora empieza una nueva que
estoy muy feliz. Tenemos otro mensaje para ti, persona número 2. Mira, Chucky, estoy muy, muy orgulloso de ti, muy orgulloso de que puedo decir que fui tu entrenador. Ahorita también muchos enfocan que fuiste un chico difícil. Yo no creo, Chucky. Yo, la verdad, cada día traté de mejorar tú como jugador. Ojalá te enseñé algo, pero la verdad, al fin de cuentas, tú enseñaste mucho a mí. Yo también soy un entrenador que quiero desarrollar, mejorar y bueno, estoy feliz para ti. Yo creo que hiciste buenas decisiones en tu carrera. Estoy feliz para tu familia. Entonces, te deseo lo mejor, amigo. Mucho éxito en todo, con la familia y en tu parte profesional. Te mando un fuerte abrazo. Chao, Chucky. Bueno, estuve 3 años con... 2 años con él. Y gracias a Dios nos fue bien. No es cierto, estuve sí, como 2 años. Tuvimos... ¿Por qué, mi vida? Porque... La verdad que estuve en la 17, en la sub-17 con él. En Pachuca, la verdad que tuvimos 2 campeonatos muy buenos. Quedamos campeones. Bueno, bicampeones con él. La verdad que fueron una etapa bonita. Pasamos, bueno, aprendí mucho. Creo que era mi etapa de un joven un poco, pues, ¿cómo dice? No sé, de esa etapa que te toca, de los cambios, de todo. Entonces, pues sí, fue una etapa bonita, me ayudó mucho. Y bueno, la verdad que estoy agradecido de que me entrenara. Y pues la verdad que estoy feliz de pasar ese momento con esa persona. Y bueno, gracias a Dios me aprendí mucho y bueno, estoy aquí. Als het hem niet naar het zien ging, dan liet hij dat wel merken. Voornamelijk ging dat om feit als hij de bal niet kreeg. Of van de tegenstander kreeg hij vaak wel eens. Dan kreeg hij een tik van de tegenstander. Mijn persoonlijke ervaring met hem was wel dat als hij een beetje boos was, dan pas ging hij vaak voetballen. Er moest wel wat gebeuren om hem aan de praat te krijgen. Of het nou ruzie met, soms had hij het met zijn medespelers een beetje aan de stok. En dan ging hij het wel laten zien. Soms kreeg hij het aan de stok met zijn directe tegenstander. En dan dacht hij van, ik zou jou wel eens even laten zien. Of aan de stok met mij. Ik zou jou wel eens even laten. Dus vaak was het wel, hij moest wel een beetje geprikkeld worden van buitenaf. Dus zo liet hij dat wel, liet hij wel merken. Sommige jongens in het veld wordt het een andere persoon. Chucky is in het veld is ook een heel andere persoonlijkheid dan buiten het veld. Ik denk buiten het veld is hij zelfs een beetje verlegen. Dan is hij niet zo haantje de voorste. Maar in het veld, dan wordt het een ander type. Dan is hij in één keer heel agressief en dan wil hij, dan laat hij van zich gelden. Ja, die verandert. Ja, het is een andere jongen op het veld en buiten het veld is een compleet andere jongen. Nou, ik denk dat dat typisch Lozano is, hoor. Een type zoals Lozano heb ik nog niet echt meegemaakt hier. Nee, over het algemeen heb ik het idee dat Mexicaanse jongens minder problemen met autoriteit hebben. Ze zijn volgzamer, ze doen in principe wel wat er van hun gevraagd wordt. Dat is altijd wel een positief zweetje. En Chucky was wel een beetje anders. Die was nog wel eens een beetje tegen de draad. En nu ook, ik werk nu al bijna 7 jaar. Chucky was wat dat betreft wel anders dan de normale Mexicaanse spelers die we hier krijgen. Toen Chucky hier kwam, dat was de eerste lichting, toen was het nog niet zo luxe en modern zoals het nu is. En er was absoluut ook zeker weten momenten van afzien. Jongetjes allemaal op elkaar en maar trainen. Dat was zeker mentaal gezien was dat absoluut zwaar. Ik denk dat die discussie hebben ze nu, wat ontbreekt eraan in het Nederlandse voetbal. Misschien wordt het allemaal wel wat te gemakkelijk gemaakt. En ik denk dat Chucky, zoals wij hem noemen, Chucky Lozano, ik denk dat die hier, die heeft hier wel moeilijke momenten gekend, daar ben ik van overtuigd. En dan misschien krijgt hij daardoor wel extra mentale hardheid. Por fin vives en un lugar llamado Casa Club, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Esta casa estuvo mucho mejor, creo que está mejor que la primera, ¿no? Aquí estuve en la sub-17, sub-20,
Y la verdad que ya fue un cambio diferente. Creo que estaba mucho mejor la casa. Había agua caliente, nos podíamos cocinar comida. Entonces, sí, la verdad que cambió mucho de la otra casa club a esta. Y bueno, creo que ahí viví cosas muy bonitas. En ese tiempo conocí a mi esposa y bueno, la verdad que muy feliz. Yo conocí a Irving por mi hermana y por su hermano. Ellos son novios desde antes que nosotros. Entonces, pues nos presentaron y ya nos enamoramos. ¿Cómo estuvo cuando lo conociste? Bien bonito, muy, muy bonito. Yo tenía mucho temor al conocerlo. Yo me imaginaba un tipo de persona distinta. O sea, yo tenía una imagen en mi cabeza de los futbolistas diferente. Y cuando lo conozco, ¡guau! ¡Guau! ¿Qué tan importante es Ana para ti? Yo creo que es súper importante. Creo que desde que llegó ella a mi vida, me ha enseñado muchas cosas que no veía yo. Me ha cambiado la forma de ver las cosas y de pensar cómo son. La verdad que ella la amo. Y creo que es muy especial para mí. Creo que en este momento ella es como pues mi mundo, ¿no? Creo que mi mundo gira sobre ella. Me encanta estar con ella. Siempre tratamos de hacer actividades, de jugar. La verdad que es una súper esposa, súper mujer, súper amiga. La verdad que es todo para mí, la verdad. Es un papá muy responsable, muy cariñoso, muy juguetón. Es excepcional. Es una persona muy linda, muy noble, muy buena. Es una persona muy tranquila, es una persona muy alegre, siempre está sonriendo, es algo que me gusta mucho de él. Es una persona muy luchadora y es muy responsable, muy, muy, muy responsable. Papi, te quiero. Te amo. Pues bueno, yo creo que siempre aprendes algo nuevo de los niños, ¿no? Todos los días, a cada momento aprendes algo. La verdad que al principio me costó mucho, no sabía nada de lo que es papá. Pero creo que solito sale el ser papá. Los niños son los que te dan los momentos, las pausas, el cómo son. Y bueno, la verdad que adoro a mis hijos, a mi hija, a mis hijos, a mi hijo, a mi esposa. Y bueno, sobre eso, sobre el tiempo, sobre la marcha, he aprendido a ser papá y bueno, creo que lo llevo a cabo, trato de llevarlo a cabo de la mejor manera, siempre dándole lo mejor a mis hijos. Y bueno, la verdad que me entrego al máximo todos los días a ellos. Y la verdad que los adoro, me encanta estar con ellos, pasar tiempo con ellos, es lo que más me gusta. Sí, él se ve, no lo sé, lo veo fuerte, lo veo muy valiente, o sea, y cuando llega acá, lo consiento, lo chiqueo, lo apapacho, platicamos. O sea, no es la misma persona. Me encanta que sea allá Irving Lozano y que sea allá el Chucky, me fascina. Y me encanta que cuando llega a la casa es Rodrigo. Creo que en el campo soy otro, creo que
cuando entro a la cancha me transformo. Y bueno, aquí en casa soy diferente. Soy, pues, muy tranquilo, muy, pues, divertido. Siempre trato de jugar con mis hijos, con mi esposa. Pero en la cancha es otra persona. Sí, solo ganar. Sí, sí, claro. También Andrés Guardado nos contó algo sobre ti. Una persona que es muy de su familia, una persona tranquila, alegre, feliz, muy amigo de sus amigos, que cualquiera que lo conozca le tiene un cariño especial, ¿no? por la persona que es. Entonces, hay que hablar del Chucky Lozano es hablar de nobleza, hablar de personalidad y hablar de que de cuando se pone el uniforme de fútbol, al final le hace fiel a su mote de Chucky Lozano porque es un mono diabólico. Feliz, alegre, pero también mono diabólico. La verdad que Andrés, desde que yo lo conozco, siempre me ha dado consejos, me ha dado pues ese apoyo, ¿no? Para dar lo mejor de uno en cada partido. Yo lo conocí, gracias a Dios, por la selección y la verdad que cada momento me daba unos consejos y bueno, me sigue dando, claro. Pero la verdad que es una persona especial para mí porque me ha dado consejos, me ha dado muchos aprendizajes. Ha tenido una carrera muy especial, muy bonita. Entonces hay que aprenderles a la gente de esa capacidad, ¿no? Entonces la verdad que verlo jugar, verlo cómo es y ver cómo siempre se entrega, pues te motiva a aprender cosas de él. Entonces la verdad que ha sido una persona importante, gracias a Dios, en mi carrera. Es una persona especial, es un gran amigo para mí y la verdad que es un líder siempre en el campo y bueno, las cosas que me dice trato de hacerlas porque es una persona que sabe de fútbol, tiene una carrera de largos años en Europa, entonces creo que hable una persona de esa capacidad sobre uno, la verdad que me siento muy contento, muy feliz de las palabras que dice y bueno, gracias a Dios lo conocí. El mejor consejo, yo simplemente le dije que fuera como él es, ¿no? Que no intentara hacer cosas diferentes, ¿no? Porque obviamente cuando tú llegas a un equipo como refuerzo e invierten una cantidad fuerte por ti, lo que quieres es demostrar el porqué y por esas ganas de demostrar empiezas a hacer cosas que nunca has hecho, ¿no? Por querer demostrar. Entonces, que simplemente siguiera jugando como lo ha hecho, que es lo que lo ha llevado a donde está. Y como te dije en un principio, está demostrando hasta una faceta diferente en su carrera, que ya hacía goles, pero no tantos, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento por él porque está feliz, está contento y ojalá que pueda, pues, al final ser campeón también con el PSV, como hemos sido ya algunos mexicanos en el equipo y que siga cumpliendo con esa racha de los mexicanos en el PSV siendo campeón. En este momento, Irving parece un hombre normal y tranquilo. ¿Esa es tu influencia? No lo sé. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Cuando escucho hablar a la gente de Pachuca o de la Federación Mexicana de Fútbol, a sus compañeros de PSV, me hablan de un Irving que no lo creo, que hace travesuras, que es muy, muy alegre, muy bromista. Y cuando llega a casa es la persona más tranquila. O sea, se me hace increíble que me cuenten eso de él. O sea, no lo sé, que es rebelde, que es muy bromista, todo eso. Y aquí es tranquilo, es paz. Als je ziet op het veld, je merkt dat hij zich steeds meer gaat
focussen op dingen die niet goed gaan. En als bijvoorbeeld het elftal niet goed draait, of als er iemand van het elftal aangepakt wordt, dat hij gaat furieuzer reageren op dingen, op scheidsrechters. En dat wil een teken zeggen dat hij dus beter in zijn vel gaat zitten, want dan durft hij zich ook te uiten wat hij vindt. Dus dat is alleen maar een goed ding. En dat zal bij het Mexicaan team natuurlijk precies hetzelfde zijn. Want hij komt er ook binnen als jongen van 20 en er zijn allemaal van die oude rotten. Dus dan. En dan heeft hij hier nou ook wel. Je merkt zelf dat hij dus meer commentaar begint te krijgen op scheidsrechter. Dat hij wat zwaait, dat hij wat doet. Dat hij dus toch wel meer belangrijker wil zijn voor het team. Dat hij, ja, zoals hij nu bezig is, natuurlijk toch wel is op dit moment. Para Pachuca fue muy importante siempre desde las fuerzas inferiores. Él siempre es un ganador. Él se enoja mucho si no gana. Él ya lo trae desde su sangre. Siempre fue ganador, campeón en la sub-15, campeón sub-17. Debutó en el Estadio Azteca. Debutó a los 17 años, metiéndole un gol a uno de los equipos más tradicionales de México, que es el América. ¿Ah? Fue campeón con Pachuca. Fue subcampeón con Pachuca y fue campeón de la CONCACAF, en la cual hoy fue el sorteo, que estamos allá para el Mundial de Clubs, que nosotros queríamos que nos acompañara. Entonces ya le dije al director que si nos los presta para diciembre. Pues en el momento no sientes que sea tan rápido, pero hay un momento que me tocó con mi esposa, sí. Cuando llegamos aquí, nos pusimos a pensar de qué hemos pasado, ¿no? Y la verdad que hemos pasado muchas cosas muy bonitas y muy rápido. La verdad que son cosas que te pones a pensar y, bueno, la verdad que sí es muy bonitas las experiencias. Algunas un poco difíciles, pero, bueno, las supimos... sobrepasar y bueno, la verdad que hemos pasado cosas muy, muy rápido y muy, muy bonito. Ik was eisend naar hem en ik heb het idee dat hij dat niet echt gewend was. Ik denk, voor hem was het heel normaal om een beetje niet echt mee te doen, hè, maar ze nu dan wel het verschil maken. Hè. Dus eigenlijk gebeurde me vaak genoeg dat hij 90 minuten lang vrij weinig deed, niet meehelpen, stilstaan in zijn positie en dan toch op een bepaald moment toch even verschil maken. En voor hem was het dan, dan had hij een fantastische wedstrijd gespeeld. Want hij maakte het verschil. Hij had de goal gemaakt. Dankzij hem hebben ze gewonnen. Hij was de beste. En dat was hij ook. Maar voor mij, ik wilde veel meer van hem. Ik wilde dat hij meehelpen verdedigen. Diepgang zonder bal. Druk zetten. Dus veel meer. Ja, eigenlijk de andere kanten van het voetbal. Het vieze werk, zoals ze dat wel eens noemen. Dat deed hij niet. Hè. Dus hij begon pas goed te worden als hij de bal in de voeten had. Maar voor mij moest hij veel meer doen. En dat was hij niet echt gewend. En dat botst ook wel eens. Ik ben ervan overtuigd dat hij in de onder 17 had hij beter kunnen spelen. Hij heeft hier in het eerste elftal ook beter kunnen spelen. Maar uiteindelijk, op belangrijke momenten, dan staat hij er en dan doet hij het wel. Dus ook al laat hij het niet altijd zien, hij heeft het wel altijd in zich gehad. En dat was ook al in de onder 17, hij had het in zich. Hier in het eerste, op de laatste jaren werd het ook, deed hij soms ook iets minder. Ik zag al oude trekjes een beetje terugkomen die ik van hem kende in de onder 17. Ik denk dat hij opnieuw, dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. Kijk, als hij in de onder 17, wat ik al zei, hij moet geprikkeld worden. En als hij niet geprikkeld wordt, dan speelt hij beneden zijn niveau. Dat wil niet zeggen dat hij, ik denk nu dat hij wel het maximale uit zijn carrière aan het halen is. Dus uiteindelijk is het goed gekomen. Ja, wat hij heeft is iets natuurlijks. Hij heeft altijd rendement. Hij, waar hij ook speelt, of hij nou in nationale ploegen speelt, of in de competities, of Europees, of in Mexico heet het dan Copa Libertadores en dat soort dingen. Hij heeft altijd goals en assists. En ja, dat is iets wat natuurlijk geld waard is en waarde voor je team heeft. Want ja, hij hoeft het niet van zijn fysiek te hebben, maar hij is natuurlijk heel rap en hij is ontzettend slim. Hij weet precies wanneer hij wel en niet moet lopen. Ja, en hij heeft een neusje voor gevaar en goals. Hector Moreno y Andrés Guardado, te convencieron para mudarte. ¿Cómo hicieron eso? La verdad que ya tenía tiempo en que me estaban diciendo que me viniera aquí al PSV. Sí, me decían sus consejos, su punto de vista, pues ellos han tenido un
una muy buena carrera y han visto varios clubes, varios equipos y todo, ¿no? Y entonces ellos me decían que este equipo me venía muy bien para empezar mi travesía por aquí, ¿no? Por Europa. Entonces, la verdad que ellos influyeron mucho en venir para acá. Y bueno, creo que les agradezco mucho porque la verdad que es muy bonito club. Y bueno, la verdad que son personas muy buenas, son muy personas excelentes. Creo que desde que llego a la selección siempre me han apoyado, me han recibido muy bien. Y bueno, la verdad que yo sí los estimo mucho y bueno, les agradezco siempre de cada consejo que me dan. Nou ja, ze hebben eigenlijk niet in het bijzonder iets hoeven doen. Kijk, ze hebben gewoon hun ervaringen gedeeld. En nou, ik heb Hector ooit heel vroeg uit Mexico gehaald bij AZ. En nou, die heeft daar uitstekende stappen gemaakt. Andres was natuurlijk heel lovend over PSV en ook Hector. Dus ze hebben die ervaring heb ik vooral gevraagd om die met hem te delen. En nou, die hebben hem enthousiast gemaakt. En daarnaast kreeg ik van Andres en van Hector de informatie hoe is Heuving als mens. En nou, dan weet je ook van oké, het is een familiejongen. Geen vreemde jongen waar allerlei randzaken aan hangen. Dus in dat opzicht is die informatie eigenlijk tweezijdig. Hè. De ene kant naar Lozano toe en de andere kant ook naar ons. Bueno, simplemente yo le dije que yo creía que para empezar su carrera en Europa el PSV era un equipo ideal para él, ¿no? Y por el estilo del fútbol holandés y sus características que le iba a ir muy bien, ¿no? Y bueno, afortunadamente no nos hemos equivocado en ese aspecto, lo está haciendo muy bien y sobre todo que él estaba preocupado por el tema personal, ¿no? Y yo le decía que el PSV se preocupan muchísimo por el aspecto personal, tienen muchísima gente que se preocupan por sus hijos, por su mujer y todo, y que no se iba a preocupar más que por jugar fútbol, y que cuando vienes a Europa hay veces que eso es un plus, y un equipo tan profesional como el PSV le iba a venir muy bien. Entonces yo simplemente le dije eso, que él tomara la decisión, pero que en el fútbol de holandés y en el PSV iba a estar muy feliz y al final, bueno. Naar mijn persoonlijke mening, maar dat is mijn persoonlijke mening, hij had al eerder weggekund. Ik denk dat hij al eerder klaar was voor de stap naar het buitenland. Hè. En dat merkte ik ook wat ik net zei. Ik denk dat in zijn laatste tijd hier, zijn laatste periode, ging zijn rendement ook al wel wat naar beneden. Want hij werd niet meer geprikkeld. Hè. Maar goed, hij heeft ervoor gekozen. Wij speelden dan de CONCACAF Champions. Hè. Dankzij de CONCACAF Champions spelen wij nu de wereldbeker voor clubs. Daar was hij wel absoluut beslissend. Dus de club heeft ervoor gekozen om hem te houden. Hij was heel belangrijk in de CONCACAF Champions, heel belangrijk in het kampioenschap. Dus daar heeft de club, ik denk, een goede keuze gemaakt om hem niet vroeger weg te doen. Hè. Alleen hij was er absoluut aan toe. En om hem nu nog langer hier te houden, ik denk dat het niet goed was geweest voor Tchouki en ook niet goed voor Pachuca. Ik denk dat ze precies precies op het goede moment bij precies de goede club terechtgekomen is. Es el equipo perfecto, es la institución perfecta. Yo creo que ahí no se equivocó. Y nosotros le dimos todo ese apoyo porque él tenía muchas ganas de venir aquí y lo está reflejando en su rendimiento, que es un rendimiento muy bueno. Kijk, wij kunnen natuurlijk niet hem het grote geld bieden. Dus je moet andere gronden, andere argumenten op tafel zien te krijgen waar hij gevoelig voor is. En dat bleek bij hem heel duidelijk dat hij toch wel de top wil halen, maar wel met de juiste stappen. Ja, en dan probeer je hem te overtuigen want dat Nederland een mooie stap voor hem is naar uiteindelijk een hele grote competitie. Nou ja, dat sprak hem aan en eigenlijk vanaf het moment dat we dat plan met hem bespraken, werd hij daar steeds enthousiaster over. En hij wilde ook al graag in de winter vorig jaar. Ja, toen kregen we hem gewoon nog niet los bij Pachuca. En toen hebben we ook beloofd, we gaan het in de zomer weer proberen. En dat stelde hij ook wel heel erg op prijs, dat we dat ook wel echt deden. En uiteindelijk lukt het dan. Yo todavía a día de hoy echo de menos
la vida de Eindhoven, ¿no? Es una vida muy tranquila, donde toda la gente es muy amable, todos se tratan de ayudar, pues en el equipo tienen a Mark que está al pendiente de todos, o sea, te ayuda muchísimo, cualquier cosa que se te complique te lo soluciona, entonces eso te ayuda mucho a adaptarte más rápido a la ciudad, a adaptarte al estilo de vida en Holanda. Y que bueno, la verdad que no me costó para nada adaptarme al estilo de vida de Eindhoven. Ik had eigenlijk meteen wel een goede klik met hem en het is een heel positief manneke en hij heeft altijd een lach op zijn gezicht en ja, een beetje zo'n ondeugende lach. En ja, wat ik al wist van Hector is dat het echt een familiejongen is, dus het is geen stapper. Het is de tijd die hij vrij heeft, die het liefste bij zijn vrouw en zijn kindjes. Nou ja, laatst heb je ook gezien in een interview hoe hoog hij zijn vrouw heeft zitten. En, nou, dat is ook wel mooi om te zien. Hij is close met de familie. En, dus in dat opzicht ja, heb je ook een hele serieuze jongen in huis die niet, waar je niet zo bang hoeft te zijn voor randzaken. We hebben wel getracht om hem zo goed mogelijk op te vangen en samen met zijn gezin een gevoel te geven dat hij zich snel thuis voelt. Nou ja, daar zijn ze ook echt heel dankbaar voor. Hoe uiten ze dat ze dankbaar zijn? Ja, dat komen ze ook echt vertellen. En op een gegeven moment werd zijn vrouw ook best emotioneel daarin. Van, dat we zoveel voor ze geregeld hadden. Ja, op een gegeven moment, ze wilde graag een hondje. En vraag me niet welk ras, maar een ras waar je best lastig aankomt. Ja, en dan weet Mart van de Heuvel op een of andere manier. Die weet zo'n hondje voor elkaar te toveren. En nou ja, dat wordt dan zo erg op prijs gesteld en nou, dan moeten ze daarna naar Mexico, gewoon in het land. En nou, dan regelt de moeder van mijn secretaresse, die oppast op dat hondje en allemaal dat soort kleine dingetjes. Ja, dat geeft die mensen een gevoel van dat ze zo erg welkom zijn, dat ze zo goed opgevangen worden. En dat waarderen ze ook heel erg. Yo tengo unos perritos allá en México, que me los están cuidando. Y pues mi hija los adora, los perros que tiene en México. Entonces, venirnos y pues la verdad que no sabíamos cómo traerlos para acá. Y pues la verdad que sí es un poco complicado traerlos. Pero bueno, nos venimos para acá y ella me lloraba que extrañaba a sus perritos, que quería a sus perros y sus perros. Y bueno, mi esposo y yo decidimos encontrar un perro para ella. Y bueno, encontramos a uno y bueno, la verdad que es un perro muy especial. Es muy bonito perro y es el famoso Pipo, por ahí anda corriendo. Pero la verdad que es un perro muy, muy, muy bonito. Nou ja, op zeker moment die zaakwaarnemer zei van de kleinste, de dochter van hen, die wou graag een hondje. Ja. Ja, ik ga even kijken. Maar die moesten zo'n pomerantje hebben, zo'n klein dingetje zo in de hand hadden. We hebben Stadland afgebeld, toen kon ik er eentje krijgen bij een erkende fokker. Hè, want ik heb al gekeken, want die hondjes zijn vrij zwak. Toen ben ik op denk 50 kilometer van Den Helder, zijn we ergens de hondje op een zaal met die vader. En nou ja, goed, het hondje betaald en mee terug naar Eindhoven genomen en alles was goed. Toen belt hij 3 dagen daarna op zitten, ja, de Pipo, dus de naam van het hondje, is ziek. Ja, oké, okay, nou dan gaan we kijken. Wat staat er 's morgens? Nou, ik heb de dierenkliniek gebeld in Eindhoven met een hondje toe. En die juffrouw, die dokter, die keek me aan en zei van, die gaat het niet halen. Dat is de puppyziekte. Ik zeg, het zal toch niet waar zijn, hè? Dus ik verschoot. Ik denk, hebben we daar hartstikke duur, veel voor gereden, heel blij, familie blij. Ik denk, dat zal er gebeuren dat binnen 3 dagen dat ding omvalt. Dat gaat natuurlijk niet. Nou, dus dat vrouwtje zegt tegen de dierenarts van, nou weet je wat je doet? Houd hem hier, zie maar wat je me doet. Bel mij vanmiddag om 1:00 of 4:00 op hoe het ervoor staat, want ik wil hebben dat de familie vanavond weet hoe het met Pipo ervoor staat. Nou, dat hebben ze schijnbaar infuus gedaan met suikers erin. En ja, het is, ja, hij leeft weer. Hij loopt weer gewoon rond en hij doet weer. En ze zeggen, nou houd hem dan even 2 dagen bij jullie. Dan komen we hem zondag of maandag ophalen. Nou, sinds die tijd is het gewoon perfect. Maar een hondje, dat is gewoon een stuk van de familie wat die dochter nodig had. Want ze hadden in Mexico heel veel honden. En die hadden ze hier niet. En ze moest toen ook op stellensprong zijn ding hebben. Maar ja, ik kon dat eigenlijk nergens vinden. Ja, dus moesten we kilometers maken met die vader samen. Andrés me recomendó comprar una casa. Y Héctor me recomendaron comprar casa. Bueno, rentar casa. Y bueno, antes de venirnos, Héctor me
me enseñó una aplicación para ver casas en renta. Y bueno, se la enseñé a mi esposa. Y pues estaba viendo casas y escogió unas que les gustaba y todo. Y ella vio esta casa y dijo que esta. Entonces, pues hablamos con Marta, hablamos con PCB para ver si podíamos rentar esta casa y todo. Entonces, Marta luego buscó la casa y cuando yo llego aquí a Eindhoven, nos instalamos en unos departamentos que nos prestaron, como 3 días, 4 días, por ahí. Y nos venimos para esta casa y la verdad que es muy bonita casa. Sí. A mi hija, a mi esposa les gusta mucho. Entonces, la verdad que nos atendieron muy bien, nos consiguieron rápido la casa, gracias a Dios. Y bueno, ahorita estamos, gracias a Dios, aquí en esta casa. Ze hebben zelf het huis uitgezocht via internet. We hebben eens kijken, daarna een verslag uitgebracht van hoe ik erover dacht, wat ik ervan vond. Ja goed, hun vonden toch de beste optie. Ik had nog wel een paar opties meer, maar dat was eigenlijk niet bespreekbaar. Zij dachten dat het huis goed was en dat ze hun eigen thuis zouden voelen. Ja goed, dan ga je daar mee en dan ga je zorgen dat alles op dat moment perfect verloopt en dat ze daar met zin en veel plezier wonen. Cuando llegué aquí, pues tenía miedo. Era todo desconocido, pero me encanta. Me encanta. Fue más de lo que yo esperaba. Ahí es un lugar hermoso, la gente es muy linda, muy amable, nos sentimos como en casa. Realmente no me esperaba que todos nos acogieran de esa manera, toda la gente del club, la gente que nos ve afuera, es muy, muy reconfortante pues, llegar aquí y recibir eso, mucho cariño. ¿Es difícil ser Chucky Lozano o es divertido ser tú? Pues de las dos, la verdad. Es un poco difícil porque, pues, gracias a Dios me ha ido bien y ya, pues, hay muchas cosas que giran sobre ti, sobre el jugador, sobre Irving Lozano. Y la verdad que la otra forma de la divertida, pues la verdad que sí, porque gracias a Dios tengo un apodo que es pues divertido, ¿no? O sea, creo que cuando llegas, oye, ¿y cómo te dicen? No, pues el Chucky. Entonces, como dices, ¿cómo que el Chucky? Y así. Entonces, la verdad que es un juego bonito. Y bueno, la verdad que es divertido porque el Chucky, pues la verdad que pues me gusta y la verdad que lo disfruto todo lo que gracias a Dios que me ha ido bien y todo ha venido de la mejor manera y bueno, lo disfruto al máximo. Yo quería que Chucky en Pachuca muchos años, pero era importante para él y yo creo que ha sido muy, muy hermosa. La de Héctor Herrera también, de Porto, ¿verdad? Realmente son dos muchachos que han venido conmigo desde los 10 años. Hemos transferido también a Ener Valencia, al West Ham y a otros jugadores a Europa. Pero estos dos, tanto Chucky como Héctor Herrera, llegaron desde pequeños a Pachuca. Y ahora hay otro jugador muy importante que tiene que traer el PCB. Muy importante, que es el compañero de Chucky. Desde los 10, 11 años, su compañero es Eric Gutiérrez, el Guti. Muy importante, es lo que le voy a decir a tu presidente. Tienen que comprarlo para que Chucky haga más goles. Un dúo perfecto. Exactamente, un dúo perfecto. Guti y Chucky, Chucky y Guti. La verdad que sí. Empezamos desde chicos y él igual llegó a los 11 años a Pachuca y nos conocemos de la mejor manera. Yo conozco cómo juega él me conoce muy bien. Entonces, la verdad que
es una química de juego muy buena. La verdad que no sabía que venía, bueno, que dices que tal vez pueda venir. Sería algo muy especial. La verdad que es un gran amigo para mí. Es muy buen ser humano. Es muy buena persona y la verdad que ojalá venga para acá. Sería algo especial. Y la verdad que sí, es un dúo muy bueno para el fútbol. Nou ja, we zijn nu een aantal wedstrijden ver en hij doet natuurlijk uitstekend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht dat hij al zo snel zich zo makkelijk zou aanpassen. Dus dat is op zich ook wel een meevaller en ik ben ook al nog wel redelijk voorzichtig, omdat nu komt de koude periode aan. Dat is voor hem ook een nieuwe ervaring. Ik heb destijds ook met Hector meegemaakt. Dus ik ben nog wel wat voorzichtiger, maar hij heeft zich wonderwel snel aangepast aan de Eredivisie, aan Nederland, aan de PSV. Dus dat is heel positief en ja, op dat moment heb je wel zoiets van, nou, laten we eerst het half jaar maar eens kijken hoe dit allemaal gaat. Hij is jong, hij nieuw land, hij komt hier met zijn vrouw en twee kleine kindjes. Maar dat is boven wonder heel snel gegaan. Kun je ook een beetje zeggen dat hij misschien wel een beetje een atypische voetballer is? Hij is natuurlijk ook nog heel erg jong, maar daar hangt geen poespas omheen. Het is niet, het lijkt gewoon een hele normale jongen die toevallig heel goed kan voetballen. Ja, nou, als je hem zou moeten vergelijken met een jongen die bijvoorbeeld hier gezeten, waar ik ook altijd en nog steeds goede contact heb, is bijvoorbeeld met Wijnaldum. Het is dezelfde type. Die waren in het veld altijd bezig, altijd te sleuren en doen. En die zijn er buiten heel rustig, heel toegankelijk, heel beleefd, heel fijn. Nou, zo'n type is het ongeveer, zeg maar. Het is een type die buiten het veld heel onderdanig, bescheiden is. En op het veld zijn eigen toch wel steeds meer laat zien. Is dat een beetje, als je me ineens moet omschrijven, dat ik wel een beetje onderdanig, maar wel een echte winnaar? Ja, absoluut. Hij kan absoluut niet tegen als je de bal verliest, maar hij kan absoluut niet tegen als we verliezen. Dus wat dat betreft is het wel, heeft hij die instelling absoluut, heeft hij gewoon bij zich. Hij is gewoon echt de winnaar. En dat straalt je ook uit. Ik denk dat hij een hele goede keuze gemaakt heeft om naar PSV te gaan. Daar ben ik van overtuigd. Nou, dat laat hij nu ook zien. Ik denk dat hij nog meer stappen gaat maken, hoewel ik hem niet zo meer volg. Ik zie weinig wedstrijden op dit moment. Maar ik denk dat hij bij PSV nog stappen kan maken. En de Wereldcup komt eraan natuurlijk. De Wereldbeker voor landen. Hoe zeg je dat? Het WK. Het WK, zo ja. Ik was even naar het Mondiaal, zeggen ze hier. Dus het WK komt eraan. En ik hoop dat hij met PSV kampioen wordt. Ik hoop dat hij een fantastisch WK doet. En dat hij daarna, ja, dan is sky's the limit, denk ik, met hem. Yo creo que ahora el futbolista moderno, el que todos los equipos quieren, es como Chucky. Yo creo que sí puedes conseguir más morenos, sí puedes conseguir más guardados, pero muy pocos puedes conseguir como Chucky. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Chucky es desequilibrante, es rápido, es muy inteligente, tiene gol. Tiene carisma y está muy joven. Nosotros se los vendimos muy baratos, muy baratos al PSV. Es un jugador sobre todo con mucha personalidad, con muchísima personalidad, que desde el primer momento que vino a selección, desde muy joven, demostró que no le tenía miedo a los grandes retos, ¿no? Y hoy en día tiene un reto, enfrentó un reto nuevo que es jugar en Europa, un equipo nuevo. Y ser capaz de hacerlo como lo está haciendo, eso habla de la gran personalidad que tiene. Ik kan nooit met één pet op zitten, dus ik zit altijd wel met meerdere petten op. Maar ja, aan de ene kant vind je het prachtig. Ik was eigenlijk heel erg benieuwd hoe doet hij het op dat niveau. Anderzijds ja, kijk je ook met een ander oogje naar die wedstrijd van doe het nou niet te goed. We willen nog wel even plezier hebben in Eindhoven van je. Cada vez va tomando más confianza, poco a poco. La verdad que es un chavo todavía joven,
pero poco a poco va soltándose más, ¿no? Si bien no es uno de los que más hablan, pero poco a poco te digo, va quitándose a lo mejor la vergüenza de cuando recién llegó. Cada vez lo conocemos también nosotros mejor, tenemos más confianza con él. Entonces es en general tranquilo, pero poco a poco va soltando el verdadero Chucky Lozano. Zo'n ventje wel. En ik moet zeggen dat ik echt ook daar wel weer verbaasd was hoe goed hij ook op dat niveau is en hoeveel dreiging hij heeft. En, ja, als je die goals ziet, die zijn echt internationale klasse. Ronaldo, 3-3, weer die lange bal. Weer Irving Lozano. Lozano, Courtois goed plat. Lozano nog eens! Irving Lozano! Een goudklomp bij PSV. Pues la verdad, uno de los mejores que he tenido, sí, claro que sí. Fue un partido muy bonito, con una selección muy importante, con jugadores de nivel mundial. La verdad que disfruté mucho ese partido, lo viví al máximo. Gracias a Dios me dio la oportunidad de anotar. Y bueno, la verdad que ese partido me fue muy bien. Nos fue bien, creo que todo el equipo, porque jugamos muy bien. Creo que nos vimos de una manera muy bonita. Jugamos de lo que nos pidió el profe, lo hicimos muy bien. Y bueno, gracias a Dios me dio la oportunidad de jugar y la verdad que muy feliz de ese partido. ¿Fue ese partido una confirmación para ti, una confirmación de tus cualidades? Pues la verdad que siempre trato de dar mi máximo, siempre trato de ser ese jugador diferente. No sé si fue la confirmación o no, la gente dirá si sí o no, pero siempre trato de mostrar mi capacidad, mi forma de juego, las posibilidades que puedo dar yo al equipo. Entonces, pues la verdad que la gente opinará que esas cosas. A mí me gusta demostrar siempre quién es Irving Lozano, ¿no? Pero bueno, si así lo dicen, no hay ningún problema. Cuando termine tu carrera futbolística, ¿cómo quieres ser recordado? Pues que fui una persona entregada al fútbol, que fue una persona feliz, que siempre disfrutó cada partido y bueno, dejar siempre una huella en la historia de México. Sí, eso es. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ti. Esas no tienen mucho luz. Esas sí. Esas sí, pero esas no. No, esas son chiquitas. Sí, son puntitos. Sí. Esos son puntos grandes. Uh-huh. Uh-huh. Y esos son puntos chiquititos. Ahorita ya voy a hablar.